President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren in het presidentieel paleis Rajinder Karji beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname in Nederland. Een van de belangrijke taken van Karji wordt het creëren van een nieuw fundament van vertrouwen, vooral de relatie tussen Nederland en Suriname. Dit vertrouwen moet gebaseerd zijn op het beleid van Suriname, maar ook op het beleid van ons land in het buitenland, zegt Santokhi. Waar investeerders weer met vertrouwen projecten kunnen starten, waar alle Surinamers, ook ter wereld, zich betrokken voelen. Een Suriname waar straks een vrijer personenverkeer mogelijk is tussen Nederland en de landen van de Europese Unie. Ambassadeur, u krijgt niet alleen de taak om actief buitenlandse investeringen te stimuleren, van u wordt ook verwacht het betrekken van de kennis, kunde en kapitaal van de Surinamers in diaspora bij de ontwikkeling en duurzame wederopbouw van ons geliefd Suriname. Karji zegt gepakt en gereed te zijn voor de nieuwe taak die hem is toebedeeld. Het ambassadeurschap ziet hij niet als een normale taak, maar als een call of duty. En het is dat concept dat ik wil onderstrepen in mijn dankwoord hier, omdat het vervullen van je plicht, je eigen belang ondergeschikt maken aan het grotere belang, als je daartoe geroepen wordt in een tijd waarin we teruggeworpen worden op onszelf, dan is het belangrijk dat we proberen om boven onszelf uit te stijgen en het grotere doel voor ogen te houden. Dat was Rajinder Karji. Hij is gisteren op het presidentieel paleis beëdigd tot ambassadeur van Suriname in Nederland. Hij is na 10 jaar weer de eerste ambassadeur in het voormalig moederland.